uit mijn weg, jongen. Want het is aan de andere kant en ik moet hem... Wow! Voilà, ik lag er bijna onder, hè. Maar ja, ik ben niet de enige lumpen in België. Dat gebeurde hier meer, zeker ons station van Acht. Hier, naast mij, hoofdcommissaris van de lokale politie Dazen. En hier gaat uitleggen waarom er zoveel mensen dat doen. Ja, de meeste mensen zijn enorm gehaast morgens en ze willen last minute nog hun trein halen. Met alle gevolgen van dien, ze komen hier aangestormd en ze willen nog gauw het spoor over, omdat hun trein in aantocht is. Is dat zo'n probleem in Haagd? Wel, we zitten blijkbaar in de top 3 van de grootste risicoplaatsen waar dit fenomeen zich voordoet. Dat heeft niks met die brouwerij te maken? Nee, toch niet, nee. Ah, oké. Okay. Zie, maar mensen denken van ik kan het nog halen, want ik zie de trein afkomen. Maar blijkbaar kunnen die treinen niet zomaar stoppen. Nee, je moet rekening mee houden, een gewone trein, dat die toch een remafstand nodig heeft van maar liefst 1 kilometer. Een kilometer? 1 kilometer, ja. Voor goederentreinen is dat nog veel meer natuurlijk. Dat is fair, hè? Nu, in deze politiezone worden er veel acties ondernomen om de mensen bewust te maken rond het gevaar. Inderdaad, beter voorkomen dan genezen. Ik kan u garanderen dat het niet leuk is om tegen ouders te moeten gaan vertellen dat hun zoon en dochter nooit nog gaan thuiskomen. En als er mensen zijn overgeraakt in één stuk, zullen we maar zeggen, dan wacht er een zware geldboete. Dat klopt. Minimum €450 en dat kan al vlug oplopen tot €1200. €1200? Kom. Dat is heel veel geld. Kunnen de ja. mensen beter een nieuwe wekker verkopen? Ja, dat vind ik ook. En wat vroeger opstaan, dan ben je in tijd om je trein te halen. In elk geval, bedankt voor het interview. Graag gedaan. Ik moet weg, want over 2 minuten komt mijn trein aan. Mm. Op het andere spoor weliswaar, maar ik kan hier oversteken. Tuurlijk doe ik dat niet. Ik wist dat je ging reageren. Zo dom ben ik niet. Ik ga rond.